Dames en heren, uiteraard wil ik beginnen met iedereen van harte welkom te heten en fijn dat u er allemaal bent. 2023 was voor mij persoonlijk een fantastisch jaar, dat zal u niet verbazen. Bijna 7 maanden geleden mocht ik uw burgemeester worden en in september werd ik voor het eerst opa. Een extra dimensie en glans in mijn leven. Maar dames en heren, het moet vandaag zeker niet over mij gaan, maar over onze prachtige gemeente Maarschouw. We nemen afscheid van het afgelopen jaar dat zich kenmerkte door een landelijke verkiezingsuitslag die een ware politieke aardverschuiving veroorzaakte en hier binnen onze gemeente een breuk binnen de coalitie. Ik sta hier echter vol hoop en enthousiasme om met u het nieuwe jaar te verwelkomen. Verbonden door onze gemeenschappelijke hoop, dromen en aspiraties. Zoals u wellicht weet, vond onze nieuwjaarsbijeenkomst in het verleden plaats in wisselende kernen en locaties van Maarschouw. Vanavond ontmoeten we elkaar hier, in het gemeentehuis. De centrale plek van Maarschouw. Niet alleen omdat hier ons bestuurlijk centrum ligt, maar zeer zeker ook en vooral ook, straks is het de bedoeling dat we ook een centrale ontmoetingsplek voor u als inwoners en ondernemers hier maken. Het is het gemeentehuis dus van de gemeente. Dames en heren, samen kijk ik met u terug en vooral ook vooruit naar het nieuwe jaar en wat het ons zou kunnen gaan opleveren. Sinds mijn aantreden, afgelopen jaar in juli, heb ik kennis gemaakt met de interne organisatie, de diverse kernen van Maarschouw, de inwoners, verenigingen, collega-bestuurders enzovoort. Daar heb ik een heel warm gevoel aan overgehouden. Wat me opviel, ik heb dat vaker gezegd, is de enorme betrokkenheid van de collega's, maar ook de hele gemeenschap in de kernen. Voordat ik solliciteerde als burgemeester, heb ik samen met Carenza, mijn partner, verschillende dagen doorgebracht, wandelend door heel Maarschouw. We waren echt blij verrast met alles wat we hebben gezien en hebben ervaren. Het beeld van destijds is niet alleen bevestigd, maar nog nadrukkelijker bij ons gaan leven. Maarschouw valt op en is een unieke gemeente wat betreft de cultuur, historie, natuur en het rijke verenigingsleven. We kijken dan ook enorm naar uit om ook fysiek deel te gaan uitmaken van de gemeenschap, zodra we gaan verhuizen. Het credo voor de toekomst is wat mij betreft om vooral samen met u te werken aan het behoud van al het prachtige wat er al is in onze gemeente. En daarnaast te gaan bouwen aan toegevoegde waarde om in deze gemeente, fantastische gemeente te wonen, te werken en te recreëren. De gemeenteraad heeft in de gestelde profielschets verschillende opdrachten voor de nieuwe burgemeester aangegeven. Een uitdaging die ik graag en met heel veel energie aanga. Maarschouw zou veel meer haar positie moeten pakken in de rol van verbinder in de regio. Hierdoor zou de samenwerking op sociaal, cultureel en economisch gebied een extra boost moeten krijgen. Het gezamenlijk oppakken van kansen leidt tot een hogere kans op het realiseren daarvan. Dit is in het belang van de regio, maar zeker ook in het belang van Maarschouw. Dat geldt ook voor de grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling, maar ook op het gebied van veiligheid. Om straks behendiger en robuuster deze positie te kunnen pakken, moeten we werken aan het merk Maarschouw. Een positionering van het merk Maarschouw maakt het gemakkelijker om ingangen te forceren richting Maastricht en Den Haag. Maarschouw heeft een eigen smoelwerk en dat mogen we laten zien. De fantastische parels van onze gemeente, de individuele kernen, dragen het merk en kleuren onze gemeentelijke positionering. De parelketting van Midden-Limburg is een unieke verzameling van aantrekkelijke elementen binnen één gemeente.
zowel voor bezoekers als inwoners. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik elke ochtend met veel plezier hier naartoe rijd om aan de slag te gaan in zo'n prachtige omgeving. Als je je hele leven hier woont, merk je wellicht wat minder op hoe fraai de kernen zijn en met hoeveel mooie natuur deze gemeente is omgeven. Dames en heren, de identiteit van de kernen mag dan ook zeker niet verloren gaan. Integendeel, zoals gezegd, ze kleuren juist het merk Maasgouw. Vice versa werkt het precies zo. Het merk Maasgouw onderstreept juist deze identiteit, omdat het de verzamelnaam is van al hetgeen wat hier te vinden is. De Maasplassen vormen het voorbeeld van de verbinding tussen de verschillende kernen. Het is de oase van schoonheid, een gebied van ongeëvenaarde natuurlijke pracht die ons allen verbindt. Met zijn uitgestrekte wateren en schilderachtige oevers biedt het niet alleen adembenemende panorama's, maar ook een overvloed aan mogelijkheden. De Maasplassen zijn niet alleen een plek om te genieten van de natuur, ze bieden ook kansen voor recreatie, toerisme en duurzame ontwikkeling. Naast het benutten van kansen is het van essentieel belang om het uitstekende woon- en leefklimaat vast te houden en verder te gaan optimaliseren. Daarbij zijn veiligheid, een passend woningaanbod, op de maat zijnde voorzieningen ten behoeve van een leefkern of van een behoeve van een leefbare kern in combinatie met een vitale regionale economie van levensbelang. Dames en heren, samen maken we Maasgouw is het motto van de gemeentelijke strategische visie. Ik zie de gemeente als een gesprekspartner die de samenwerking aangaat met andere overheden, met bedrijven en onze inwoners. We moeten samen de verbinding opzoeken om onze doelen te realiseren, maar ook samen fouten durven te maken en hiervan te leren, om zodoende samen te gaan bouwen aan een nog mooier Maasgouw. De betrokkenheid van onze inwoners en de input die ik de afgelopen maanden heb mogen ontvangen, is zeer waardevol geweest. De term burgerparticipatie wordt veel gebruikt als het woord samen wordt uitgesproken. Deze term, dames en heren, is niet slechts een woord, maar een belofte. Een uitnodiging om actief deel te nemen aan het vormgeven van onze gemeenschap. Echter, de uitvoering blijkt in de praktijk vele malen ingewikkelder dan het gezamenlijk onderstrepen van de noodzaak ervan. Ik ben diep onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de mensen als het gaat om hun eigen kernen. Datzelfde geldt ook voor de betrokkenheid van onze ambtenaren, raadsleden en mijn collega-collegeleden. De basis, daarvan ben ik overtuigd, is dan ook perfect om samen aan de slag te gaan. Om deze betrokkenheid om te zetten in resultaten, moeten we wel gaan definiëren wat burgerparticipatie nu eigenlijk behelst. Het mag niet zo zijn dat een inspraakavond voldoende moet zijn om de belanghebbenden te hebben gehoord. Aan de andere kant kun je de burgers ook niet confronteren met de boodschap dat ze het zelf maar moeten uitzoeken met hun ideeën en zelf ook tot realisatie moeten overgaan. Het is juist de samenwerking die tot resultaten zal leiden. Eén ding zal iedereen zich daarbij wel moeten realiseren. De uitkomst zal nooit iedereen tevreden stellen. Het gaat er uiteindelijk om het grootst mogelijk draagvlak te creëren en niet om individuele wensen te laten uitkomen. Het lijkt er soms op dat het niet eens zijn met een uitkomst voor sommigen een vrijbrief is om mensen te beschadigen. Ik heb zojuist de betrokkenheid van een aantal mensen genoemd, een aantal groepen mensen benadrukt, en zal me dan ook voortdurend blijven verzetten tegen ongenuanceerde uitingen aan hun adres. Samenwerken betekent namelijk ook in staat zijn om het beste compromis te kunnen omarmen. Burgerparticipatie gaat verder dan enkel het leveren van feedback of suggesties. Het draait
om een actieve betrokkenheid bij het vormgeven van ons beleid, onze programma's en onze toekomst. Het is een uitnodiging aan ieder van u om niet alleen deel uit te maken van onze gemeenschap, maar ook mede-eigenaar te worden van de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. We hebben al stappen gezet door samen te werken, door te luisteren naar uw behoeften en door deze behoeften om te zetten in actie. Maar ons streven naar een beter gemeenschap is een voortdurende reis. En laten we samen verder gaan op deze weg met het besef dat iedere bijdrage, groot of klein, waarde toevoegt aan het weefsel van onze samenleving. Dames en heren, ik geloof in de kracht in onze gemeenschap. U heeft dat ook bewezen. In uw veerkracht en ook in uw vermogen om verandering teweeg te brengen. Niet als toeschouwers, maar als actieve deelnemers. En mijn credo is dan ook, laten we zeker een aanvang maken in 2024 om samen onze dromen voor Maarschouw te gaan omzetten in realiteit. Dames en heren, tot slot, ik wens u allen een fantastisch 2024 toe. En mogen we het komende jaar samen aan de lat staan voor de zaken waar we in geloven. Dank u wel voor uw komst en alle goeds voor 2024 voor u en uw naasten. Dank u wel.